Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play New Super Mario Bros. Wii. In de vorige aflevering zijn we door wereld 5 heen gegaan en wouden eigenlijk naar de Ghost House als laatste wereld. Maar helaas lieten de vines het niet toe en moesten we dus Iggy verslaan. Op het moment dat je Iggy verslagen hebt, verdwijnen de vines van wereld 5 en kun je dus vrij door de map heen gaan. Paddenstoelenhuisje vind ik niet zo erg belangrijk, maar een one-up huisje. Zoals ik al zei, in elke wereld is een one-up huisje anders. Dus daarom wil ik zeker deze eventjes laten zien. Ondanks dat we 99 levens hebben, dit is zinloos als wat. Maar ik wil jullie toch eventjes het level, of het one-up huisje laten zien in level 5. Volgens mij is het trouwens dezelfde. Nee, deze is toch heel anders. Even kijken of ik een patroon hierin zie. Ja, je kunt direct naar boven schieten, maar je kunt ook schuin schieten. En volgens mij wou je hier schuin schieten. Ik denk dat we hier schuin moeten schieten, dus. Op de hoek mikken. En als ik me niet vergis, kunnen we dan die twee one-up ballonnetjes krijgen. Oké, dat was heel slecht. Ja, het makkelijkste is om gewoon omhoog te schieten voor 4 levens. Er is een manier om daar dus zeg maar iets van 6 levens te krijgen. Ja, we weten het spel! Dankjewel, Darkplayer. Zeg, Darkplayer, hoe gaat het eigenlijk verder met je? Ja, nou, alsof dat het jou wat uitgaat. Het gaat eigenlijk best wel soepel, ik bedoel, weet niet. Ik ben gewoon een beetje bezig geweest met Iron Warriors. Een beetje slaan en slopen. Weet ik het allemaal nog meer. Hey, zou jij misschien de volgende aflevering een keertje weer willen hosten? Want mensen die vragen toch een beetje af hoe dat het met jou verder gaat. Nou, ik weet het eigenlijk niet. Dat let's play, het is meer jouw ding. En ik weet niet. Nou, jij hebt wel fans, dus... Nou, oké, vooruit dan, omdat je zo doorzeurt. Weet je, mama, kan ik jij zeuren, man. Maar goed, kijkertjes, ik ben er dan wel morgen bij. Ik doe morgen wel de aflevering runnen. Nou, dat is fijn om te horen. Ja, ik ga nou nog heel even eens verder met zinloos wezen. Oké, succes daarmee. Dus, nou, dat was Darkplayer. We gaan dus beginnen met het spookhuis. Dat wordt het eerste level van deze aflevering. Het is dus, zeg maar, je hebt dus, zeg maar, een soort van doolhof. Er zit hier een secret ending. Plus, je hebt hier weer 3 star coins die dus weer goed verborgen zijn. Hou daar rekening mee. Als ik me niet vergis, je moet hier gewoon, zeg maar, de eerste deuren door. En zo komen we, als ik me niet vergis, van eigens bij de eerste star coin. Die hier verborgen zit. Goed zo. En dan moet ik al eventjes goed nadenken. Waar dat ook alweer zeg maar de bonus zat. Er zit hier zeg maar. Je komt altijd zeg maar hier terug in dit doolhof. En het doel van dit doolhof is dus zeg maar om de secret ending te vinden. En natuurlijk om de starcoins te vinden. Ieder deur heeft zeg maar een starcoin volgens mij in zich verborgen. Als ik me niet vergis. Zo niet, dan corrigeer ik mijn eigen waarschijnlijk, want we gaan toch dit level 100% doen. Goed, nou, we hebben hier onze secret lock. Hi, Boo. Moet ik hier weer een punt van maken dat we weer, zeg maar, weer in de titel een of andere Boo-titel hebben? Dat vind ik nogal een beetje taboe. Oké. dat zal de... Ja, weet je wel. We maken de titel gewoon taboe, waarom ook niet? Deze titel is taboe. Ik zie het nou al boven me hangen. Juist. Dus, leuk. Nou, ik heb helemaal geen zin om dat blok mee te nemen. We weten in ieder geval nou tot daar een... we hebben vuurballen, dus echt. Die deur hebben we nou gehad. En ik weet dat hier een secret to everybody zit, zeg maar, van een van de deuren. Oké, niet hieronder. Maar een van die deuren... De deuren... Nou, die is nep. Wacht, zit hier boven niet nog een deur? Ja, daar moeten we dadelijk naartoe. Ben jij een deur? Juist, jij bent de deur. We hebben al 2 starcoins, dus op zich gaat het wel goed. En ghost houses zijn altijd eigenlijk een beetje, zeg maar, om het zoeken erin te houden. Dus, tenminste, boehuizen die staan ervoor bekend. Dat staat 9 van de 10 keer in hun boekje geschreven. Oké, ik zou ophouden. Echt de ene slechte grap na de andere. Ik kan er niks aan doen. Maar dat houdt het wel een beetje boeiend. Het is te makkelijk! Oh, het is heel te makkelijk. Oké, nou is het dus de bedoeling om dus eigenlijk gewoon het einde te vinden of de secret ending. Nou ga ik proberen om eerst de secret ending te vinden, omdat dat vind ik veel leuker om te doen. Dus als ik me niet vergis is het hier doorheen lopen, juist. En volgens mij is dit voor de secret ending. Dat weet ik niet zeker. Dat boeit ook weinig. Oké. Ja, het is eigenlijk een beetje dezelfde grap als die we al hebben gehad met... Ja, dit. Weet je wat nou het ergste is? Ik mag alles opnieuw doen.
Vuurbloem hier. Oh, dit duurt zo lang. Alle starcoins weer verzamelen. Ik weet dat de toekomstige ik dit versnelt. Daarom praat ik nu langzamer. Ja, we hebben dit allemaal al gezien. Maar om jullie te laten zien hoe irritant dit wel niet is, wou ik het laten zien in een fast forward. Wat leuk. Ach ja, we zijn nu bijna bij ons punt waar normaal gesproken de knip zou eindigen. Dus ik hoop dat jullie dat fast forward stukje best leuk vonden. Was moeilijk te doen met audiocommentaar. Maar dat maakt niet uit. Audiocommentaar is altijd welkom bij sommige momenten. Goed. Secret ending! Waarom hebben ze hier... zijn ze niet zo vriendelijk geweest... om dus zeg maar een... checkpoint of iets. Boelhuizen hebben volgens mij nooit een checkpoint. Ja, dat is wel heel erg Nederlands, maar dat maakt niet uit. Dus maar ja, volgens mij hebben ze dat nooit eigenlijk uitgevonden. Oh boy, er staat daar een boe in de weg. Boe? Boe? Ongeboeie... Je bent irritant, boe. Boe? Nee! Waarom spin ik? Waarom? Dat stomme controller! Nee! Nee! Ik ga naar die secret ending. Als ik naar een secret ending wil, dan ga ik naar een secret ending. En er is niemand die me tegenhoudt. Helemaal niemand. Ik ben nou boos. Ik ben een boos konijntje. Boe. Ik haat jou, boe. Je bent taboe. Boe. Hoi. We zijn er weer. Dit is stom. Waarom moest dit nou in één keer gebeuren? Ik haat dit zo erg. Ach ja, zijn we nu bij de secret ending? Als dit trouwens niet de secret ending is, echt... Oké, het is de secret... Tuurlijk, boe! Raak me ook nog een keer! Ik ben er klaar mee! Hier, we hebben weer 99 leven. Screw jullie, ik ben klaar. Ik ga naar de gewone einde. Ik zie jullie en dan gaan we gewoon knippen en niet met de fast forward. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Tot zo! You can all the starcoins in World 5! Dat is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk om te laten zien. Gauw, wat zou er achter deze deur zitten? Dat is waarom we niet hebben geëxplored. Oh, ik haat dit spookhuis. Serieus, ik had gezegd dat Dark Player morgen zou komen, maar op dit moment, serieus, ben ik al een beetje Dark Player op een punt. Waarom is dit wel zo gemeen tegen mij? Waarom is de secret ending nog makkelijker te behalen dan dit einde? Ik bedoel, serieus, wat kan mij deze blokken schelen? Ga weg met die blokken. Alsof dat ik al die... Wacht, laat me raden. Daar zit een P-switch. Is daar een P-switch? Ik wil het weten. Oh, don't you kill me. Leven, zinloos, joepie. Fijn. Nee, 400 puntjes. Geweldig, Mario.
wees er blij mee. Goed, eventjes nog een vraag te beantwoorden die ook in de kijkers was, door de kijkers was gesteld. Kanonnen die worden natuurlijk gedaan, die laat ik zeker allemaal zien. Hoe dat ze werken, hoe dat ze eruit zien, yada yada yada. Dat laat ik allemaal zien op het einde van de Let's Play, dus maak je daar geen zorgen over. Want kanonnen moet je ook allemaal zeg maar accepteren om de 5 sterren te krijgen. Spreek er dan niet druk over, dat gaan we zeker doen. En eindelijk naar wereld 6. Volgens mij is dit een soort van pijpland of bullet billand. En ik kan er niks aan doen. Zo heet de wereld 7 van Mario 3 ook. Maar goed, wereld 6-1, hier gaan we. It's a good time. Echt serieus, de boel level, dat heeft mijn humeur beïnvloed. Het interesseert me niet meer. Geef me gewoon die star coins. En laten we door dit level heen gaan. Ik bedoel, dat boer heeft zoveel tijd ingekost. Dit wordt waarschijnlijk een hele lange aflevering. Zeker met die fast forward grap die we erin hebben gegooid. Het boeit niet meer. Laten we gewoon hier snel doorheen gaan. Gewoon snel die muntjes pakken. En wegwezen. Want echt serieus. Ik ben boos. Dat was wel zo'n cheap. Zo'n cheap death. Om gewoon... Nou doe je het niet, hè? Nou doe je het niet, nou ik op een regel sta. Ik sta te shaken met mijn Wiimote als een gek, als een bezetene. Tuurlijk, Koopa, raak me nog een keer. Wat maakt mij het uit? Helemaal niks. Ga weg met je stinkbullet bills. Oh, kom. Nee. 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 Dat moment dat je gewoon begint te ragen op een Mario-spel. Ken je dat moment? Ik heb het nu! Leuk, hè? Hebben jullie het dan eens zin, kijkers? Hebben jullie het dan eens zin? Hè? Hebben jullie het dan eens zin? Ik ook! Ik heb oh zoveel plezier om op jouw kop te springen! Niet op de kijkerskop, maar op dat bezemkop. Dus geen verwarringen daarin, alsjeblieft. Zoveel bullet bills, wat leuk! Nou ja, we hebben deze Star Coin. Joepie! Zinloosheid op zijn max. Ik vind het echt veel leuker wat ze later hebben gedaan met de Starcoins. Ik bedoel, dan heb je dus echt... Dan heb je er tenminste nog iets aan. Spel? Nee. Daarboven zat de Starcoin, hè. Daarboven, daar zit er een, hè. Zo gemeen ben je wel, hè. Spel. 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 Durf ik het? Ik heb een veel beter idee. Ik heb een veel beter idee. Ja, pak jullie pennen maar weer. Ik zie jullie wel, hoor, met jullie pennen. Ik kijk nu dwars door het computerscherm naar jullie. Nou, dat is wel eigenlijk heel erg creepy. Stel je voor dat echt zo... dat zou creepy zijn. Zullen we maar niet doen. Vergeet dat maar. Nee. Dat zou heel creepy zijn. Het is geen Halloween. Oké, als ik dus dit goed time... Oh, er zit nog niet eens wat! So not fair! Het is geen Mario Kart 8 dat we hier aan het doen zijn. Waarom doe je dit tegen mijn spel? Oh, we moeten daar naar boven toe, hè. Yup, we moeten daar naar boven toe. Oh. Oh, dank je. Ik weet dat het niet voor een Starcoin is. Maar ik wil toch weten wat het secret to everybody is. Waarschijnlijk iets van een leven of zo. Zinloosheid! Nee, we hebben de titel al genoemd. Oké, dit is handig met 4 spelers, omdat je dan zeg maar gewoon alle dingen makkelijk kan pakken. Trouwens, waarom doe ik zo moeilijk? Ik heb ze toch niet nodig. Prima. Muntjes. Wat maakt het ook uit? Oh, voor de mensen die het willen weten. Ja, ik ken behoorlijk goed rage op spellen. Dit gebeurt ook wel eens op het moment dat ik gewoon een spel aan het spelen ben. Alleen dat niemand zeg maar dan aan het kijken is het ook het gewoon voor fun speel. Ik heb de laatste tijd ook heel erg veel met Hyrule Warriors. Tot het voornamelijk gebeurt. Echt letterlijk en figuurlijk. Ja, echt letterlijk en figuurlijk. Ga ik weer, hè. Jullie hadden toch al gezegd dat ik heel vaak zeg echt letterlijk en figuurlijk. Ja, letterlijk en figuurlijk. Maar ik doe dat inderdaad zonder dat ik er erg in heb. Heb ik dus heel erg vaak gehad. Dat ik dus heel per ongeluk expres... In één keer geraakt worden door een bullet bill. Nee, dat ik dus gewoon rage. Maar ik rage alleen maar met woorden, zeg maar. Dat ik gewoon echt eventjes zo ga. En niet dat ik echt dus mijn controllers ga smijten of noem maar op. Want ik heb zelf persoonlijk heb ik nog nooit een controller kapot gemaakt door te ragen. Echt, mijn allereerste NES controller, die heb ik moeten vervangen.
Omdat die werd gewoon te vaak gebruikt. De durability van een NES-controller die was niet echt handig. De D-pad deed het niet meer goed. Dat was de enige issue die ik had. Links en rechts werkte niet meer goed. Maar ik heb nog nooit echt zeg maar een controller moeten vervangen doordat ik echt keihard hard ben gaan ragen of iets in die trend. En hoe moet ik daar boven komen? Hoe moet ik daar boven komen? Hoe moet ik daar boven komen? Moet ik een bulletbill mee luren of zo? Nee, jullie zijn te laag en jullie heb ik niks. Serieus? Moet ik jou mee luren? Oké, we gaan het gewoon proberen. Een leuke uitdaging. Oh boy. Oké, kom maar. Oh, die is leuk verzonnen. Oké, ik geef je daar credit voor. Die was leuk. Die was goed verborgen. Daar moest je voor nadenken. Die was leuk. Maar nog steeds was het heel erg cheap dat je me de dood maakte toen mijn controle nog niet eens bewoog. Dat was echt cheap. Dat was een cheap. Nou, ook al zijn we al lang in deze aflevering, ik kan het niet geloven, maar we hebben nog steeds pas 2 levels gedaan. Dus we gaan gewoon vrolijk verder naar level 6-2. En waarschijnlijk is dit een cave level. Wat leuk. Wauw, 4 muntjes als bonus. Kon je het missen? Oké. Oh ja, wacht eens eventjes. Is 6-2 niet eentje met een... Nee, dus... Nee! Dit is... Nee! Ja. Nee, ja. Wat wil je nou, Zelda player? Je verwacht je kijkers. Wees even duidelijk voor jezelf, zakkerbleu. Niet cordonbleu, maar zakkerbleu. Nee. Vind ik niet leuk als je het doet. Sneerlijk. Mag ik een vuurbloem? Nee, hè? Nee, Oh, fijn. Kan ik jou oppakken? Kom ik vals naar beneden? Kan ik op jou springen? Nee, op jou springen. Oh, wacht eens even. Dit is gemeen. Het wil maar gewoon vandaag niet lukken. Het wil gewoon vandaag niet. Ik haat maandagen. Nu weten jullie waarom. Fijn, hè? Nou ja, we hebben de eerste Starcoin. Laten we daar maar blij om wezen. Goed. Dus, ik weet niet. Wat zijn jullie plannen voor de vakantie? Laten we het eens even over iets randoms gaan hebben. Ik bedoel, serieus. Ik heb daar toch niks te vertellen. Ik bedoel, we zitten hier onder de grond met beesten. Die denken dat ze stoer zijn. Wat een stoer, weet ik niet. Die denken dat ze alles kunnen maken. Ze kunnen een fiets maken. Maar die denken dat ze het gewoon leuk vinden. Om me klein te maken. Ja, vinden ze leuk. Ik bedoel, ik heb gewoon mijn power-up geweest. Alleen maar voor een leven die ik waarschijnlijk toch weer ga verliezen. Omdat het maakt niet meer uit of ik nou extra levens krijg of niet. Hoi, laat me raden. Ik had diepvrieskracht nodig. Ik had diepvrieskracht nodig, hè. Ik heb diepvrieskracht nodig, hè. Ik heb diepvrieskracht... Zeg me dat er ergens nog een red coin in zit. Ik kan teruglopen. Maakt mij niet uit wel. Ik kan teruglopen. Ik laat hun niet nog een dead opschrijven. Ik kan teruglopen, spel. Ik kan teruglopen zonder ster. Ik kan het wel. Oh, spel. Waarom haat je me zo? Alsjeblieft, spel. Geef me een ijsflower. Goed zo, spel. Please, laat die bats niet respawnen. Ja, laat... Oh, oké. Nou, die hadden we nog gemist. Nou, het is maar goed dat we even backtracken. Maar fijn om te weten. Leuk. Nou, spel. Luister. Nee. Als ik nou geraakt word, dan heb ik een issue. En ik heb geen tissue. Oké, ik heb hem. Oké. Dan wil ik naar die secret. Zit hij hier? Zat die secret hier, spel? Zit die secret hier verborgen, spel?
Spel. Spel. Of was er nog een draaiwiel verder spel? Ik weet het niet meer. Nee, dat was hier. Nee, spel. Ik weet dat je hier een secret had. Spel. Ik weet dat je hier een warpipe verborgen had. Spel. Zie je nou wel? Maar hou je niet voor de gek. Daar zit zeker die laatste. Juist. Met je spinies. Zo heette die beesten. Ja, spinies. Oké, okay, nou. Hey. We hebben de coins. Wegwezen. Opwezen. Hupta. Doei, 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 doei. Doei. Oh, moet ik dan weer... Hoe vaak... Ga weg. Tuurlijk, raak me nog eerst eventjes voordat je weggaat. Dan maak je mij heel erg blij mee. Oh, jeez. Nee. Nee, Mario. Oh, ik dacht dat hier het einde zou zitten. Ik wil dit level niet meer. Oh. Waarom ben jij hier, Spiny? Echt serieus, als jij me geraakt had, toch echt... Oh. Dit is mijn ergste rage-aflevering ooit. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Heb je een favoriete rage-momentje? Laat het weten in de reacties. En voor de moeite, laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Dit was Zelda Player 20 in de volgende aflevering. Morgen gaan we weer verder. Dank jullie wel voor het kijken. En tot dan. Doei.